Dat is iets leuks, hè? Tenminste, dat vond ik dan leuk. Daar hebben mensen het altijd over. Toch? Jezelf zijn. Nou, kijk, het is gewoon... dubbele punten tussen. Jezelf is zijn. Het heeft dus geen flikker te maken met je levensomstandigheden, met je hobby's, met wie je wel of niet aardig vindt. Jezelf is zijn. Dus daar moet je je aandacht aan geven, niet aan die zogenaamde persoonlijkheid. Als je daar woont, dan dat organisme, dat doet gewoon zijn dingetje, precies zoals die gestemd is, zal ik maar zeggen. De ene dit, de andere dat, de ene houdt van voetbal, de andere niet, enzovoorts. Het is allemaal niet van belang. Ik hoef alleen maar daar te zijn. En hoe mijn leven verder gaat, of het allemaal fucked up raakt, of het gaat me geweldig voor de wind, is niet relevant. Dan heb ik ook niks meer om te klagen. Nee, maar dat begrijp ik wel. Goed. Dat is het punt, zeg maar. Snap je dus? Nee. De aandacht, dat zo is, zeg maar, dat kan ik niet hebben. Snap je? Dus de aandacht gaat toch weer in... Ja, goed. Dan gaat het daarheen en dat merk je op en dan keer je terug. That's it. En je hoeft jezelf niet op je kop te geven dat die aandacht daarheen gaat, want zo zijn we allemaal getraind. It's nobody's fault. Het enige wat je kunt zeggen is, oké, ik herken dit en ik keer terug. Mooi. 3 seconden. En dan ben je weer weg. Ja. Goed. Maakt niet uit. Dat je die bereidheid hebt om terug te keren, daar gaat het om. Niet dat je af en toe op je bek gaat. Anders kom je er nooit. Daarom zei ik gisteren, iedere seconde dat je je aandacht schenkt aan dat, aan jezelf, die telt. Die secondes, die tellen niet. Vandaag waren er 20 seconden daar. Gisteren maar 18. Als je het dan al hebt, daar over pad of vooruitgang, weet je wel. Daar kun je het aan zien. Het lukt mij beter of minder om mijn aandacht daar te houden. Dat is het enige referentiepunt zolang ik nog geloof in tijd. Eerst lukte het maar 1 keer in de week om een helder moment te hebben. Nu heb ik er 5 per dag. Dat is progressie. En natuurlijk, dat deed ik ook, erger je je rot aan alle momenten dat je geïdentificeerd rondloopt, want it sucks. Dat moet ook. Dat helpt je te motiveren om terug te keren. Want daar zijn, doesn't suck. Dus alles gaat goed en je wordt gewoon aan alle kanten vastgezet. Op een gegeven moment heb je gewoon nog maar 2 opties van je ontploft of je bevrijdt. En jij gaat er niet over. Het enige wat je kan doen, zolang je denkt dat je iemand bent, is je best doen om je aandacht daaraan te schenken. En je hebt al een hele hoop begrepen, dus op dat level hoef je geen boekjes meer te lezen en al dat soort refraf, you already know. Nou, je doet je best om er proberen naar te leven, meer wordt er niet verlangd. En of er dan iets verschuift of gebeurt, ja, gaat daar niet over. Dus je hoeft jezelf ook niet op je kop te geven. Op je kop geven, dat doe ik. I